Wat maakt dat wij ons zo vaak niet goed genoeg voelen? Het was de vraag die iemand mij stelde om daar een filmpje over te maken, maar het is de vraag van iedereen, inclusief mijzelf. En het is niet een vraag waarmee we geboren zijn. In feite. De baby die is helemaal niet bezig met ben ik goed genoeg? Die is er gewoon en die ademt en die drinkt de melk en die beweegt en die spartelt, die kijkt en die hoort. En dan moeten wij ingewijd worden in de regels van de maatschappij. Dus we moeten leren hoe we ons ten opzichte van anderen moeten gedragen. Omdat als iedereen net als een baby blijft schreeuwen, ook in de klas bijvoorbeeld, als je op school zit of in je werk, als je blijft schreeuwen, als je bijvoorbeeld honger hebt of kou, of dan verlies je je werk of dan word je van school gestuurd. Dus het is noodzakelijk om die regels te leren ook. En daarmee komen ook alle stemmen van leraren, van opvoeders. Dit doe je fout en dat had je anders moeten doen. En kijk eens hoe die het doet. En kijk eens wat die persoon voor een punten haalt op school. En kijk eens hoeveel beter je zus of je broer het doet. Dat is funest, want dat werkt vergelijken in de hand. En met dat vergelijken komt de vraag van, oh jee. Iemand anders is beter dan ik, of ik wil beter zijn dan een ander. En zo kom je op die hele ladder terecht. Die ladder naar een zogenaamde top, die er nooit is of nooit zal zijn. En we vinden het heel moeilijk om van die ladder af te komen, want jij staat op die ladder en je lijdt eronder dat een ander een trap hoger staat in jouw ogen, maar tegelijkertijd sta jij zelf een trap hoger in je eigen ogen als iemand anders. Dus als je van die ladder afkomt, dan verlies je ook het gevoel van beter te zijn dan iemand anders. En het uiteindelijke zijn, als je bij je uiteindelijke zijn komt, dat hoor ik mijn spirituele meester Osho zeggen, dan ben je niet meer bezig met beter of slechter, dan ben je gewoon. Maar dan heb je ook geen ego meer. Dan moet je je ego loslaten. Dan moet je gewoon net zo kunnen zijn als de bomen en de vogels en de bloemen en niet een speciaal iemand. En juist daardoor ben je speciaal. Maar iedereen wil speciaal zijn. En juist daardoor ben je niet speciaal, want dat is iets wat iedereen wil. En als je dan voelt van, oh, iemand anders doet het beter in jouw ogen, dan voel je al meteen van, ik ben niet genoeg, ik doe het niet genoeg. Ik ken dat van mezelf, bijvoorbeeld, ik heb bewust voor gekozen om geen kinderen te hebben. Maar als ik bij een moeder ben en zie hoeveel die voor de kinderen doet en hoe haar kind bloeit of hoe haar kind leidt en zij het kind daarmee helpt, en dan voel ik van, oh, dit is zoiets kostbaars en dat heb ik niet gedaan in mijn leven. En is wat ik daarvoor in de plaats doe? Of in de plaats, ja, in de plaats heb ik heel veel ruimte ook om dit werk te doen, bijvoorbeeld. En om ook te werken aan mezelf. Is dat voldoende? En mijn spirituele meester Osho, die geeft aan dat wij een lijden hebben. Hij noemt dat, in het Engels noemt hij dat agony. Dat is eigen aan de mens. Een lijden dat eruit bestaat dat je je steeds weer in je leven tot aan je dood afvraagt van, is dit wat ik nu doe of hoe ik nu ben, is dat echt wat ik wil? Is dat echt waartoe ik
me geroepen voel, of waartoe mijn ziel mij roept. Dus die vraag van is dit wel het juiste voor mij, die blijft. En dat maakt ook dat we groeien en dat is ook eigen aan ons mens zijn, aan ons bewustzijn. Dus in die zin is de vraag van ben ik wel goed genoeg? Is dat, kan er achter die vraag zitten van is hoe ik mijn leven leef, is dat ook wel echt hoe ik het wil? Dus dan gaat het dieper dan het oppervlakkige ben ik wel goed genoeg, wat ook lijden geeft, maar wat te maken heeft met het je vergelijken met anderen. Dan is er nog iets anders. Een kind, als die opgevoed wordt door zijn ouders of door andere opvoeders, dan wil het kind dat die opvoeders blijven staan en dat die voor het kind kunnen zorgen. En als dan de opvoeders iets doen wat pijnlijk is voor het kind, zijn bijvoorbeeld boos op het kind of ze slaan het kind, of ze verwijten het kind dingen, of ze zijn de hele tijd verdrietig, dan gaat het kind niet denken, oh, mijn ouders zijn boos, die boosheid hoort bij hun, of mijn vader die is boos omdat er iets is op zijn werk, of mijn moeder is verdrietig omdat ze heel jong haar moeder heeft verloren. Zo denkt het kind niet, want als het de tekortkoming of de zwakte of de fout bij de ouder gaat zien, dan is zijn eigen overleving staat dan op het spel. Omdat dan de ouder niet zo sterk is als het kind nodig heeft. En wat gaat het kind dan doen? Dan gaat het denken, het ligt aan mij. Dat is wat een kind altijd doet. Wat er ook gebeurt, denkt het kind, het ligt aan mij. Want dat is veiliger. Als het aan hem ligt, aan hem of haar, dan ligt de schuld niet bij de ouders. Of dan ligt de zwakte niet bij de ouders. Dus dan gaat het kind denken dat mijn ouder boos is, dat komt door mij. Ik ben gewoon een slecht kind die zijn moeder of vader boos maakt. Of als mijn moeder verdrietig is, komt dat omdat ik niet genoeg ben, omdat ik niet genoeg geluk kan brengen aan mijn moeder, want anders zou ze blij zijn. Dus het kind interpreteert dan de emotie van de ouder, het verdriet of de woede of de frustratie, als dat het zelf niet goed is. Niet goed genoeg. En dat is heel hardnekkig. Dat is zelfs als volwassene, als je dat gaat zien van, oh ja, mijn ouder had verdriet daar en daarom. Of mijn ouder was boos daar en daarom. Dan nog is het als volwassene vaak heel moeilijk om te zien van, dat ligt echt bij hen. Dat heeft niks met mij te maken. En omdat dat een deel dan is geworden bijna van je identiteit. Dus dat vergt de moed om te zien van, ik sta los van mijn ouders. Ik ben los van mijn ouders. Dat is van hen, zij zijn daar. En dit is van mij en ik ben hier. En dan is het als volwassene nodig om weer opnieuw tegen jouzelf te zeggen, om zelf de ouder te worden van jouw innerlijke kind en tegen jouw kind te zeggen, jij bent helemaal goed zoals je bent. Ook al kun je ook boos zijn, ook al kun je ook iemand haten, ook al kun je jaloers zijn, ook al kun je ook gefrustreerd zijn, dat allemaal inclusief. Dan nog ben jij goed met al die gevoelens en al die emoties. Want wat is goed uiteindelijk? Wat noemen we goed? Is goed alleen maar als je alleen maar blij bent en vreugdevol en liefdevol?
Of is goed ook dat je een wezen bent met alle emoties, met alle kleuren van de regenboog. En met ook fouten kunnen maken. En dan ook nog eens van wat is een fout? Als je iets aan het leren bent bijvoorbeeld, dan maak je altijd ook fouten. En voor mijzelf helpt het ook gewoon heel erg dat mijn meester Osho, dat hij zo vaak dat benadrukte, de schoonheid van je pure natuur. En dat hij niks veroordeelt, ook niet de woede, ook niet de haat. En zelfs vraagt om daar contact mee te maken. Dus als je het niet van je opvoeders hebt kunnen horen of geloven dat jij goed bent zoals je bent, dan is het belangrijk, vind ik, om mensen te zoeken of je met mensen te omringen die wel alles kunnen omarmen, die wel alle emoties tot kunnen laten zijn, die wel die niet bezig zijn met ik moet hoger op de ladder komen. Een ladder die eigenlijk gewoon uitsteekt in het luchtledige, zou je kunnen zeggen. Als iemand de top bereikt, is die vaak niet eens blij. Maar als je je omringt door mensen die uitgaan van de waarde van het zijn, met alles wat daarbij hoort. Want heel veel in onze maatschappij is gericht op ambitie, op beter worden, op scoren, op aantallen, op cijfers. Hoeveel verdien je? Hoe hoog sta je in de rangorde op je werk? Hoeveel hobby's heb je? Hoeveel tijd besteed je aan je kinderen? En dat is eindeloos. Maar het zijn allemaal verwachtingen die je dan in feite zelf oplegt. En ik ken dat ook hoor, dat ik eigenlijk is heel vaak verbonden met de vraag van, ben ik wel goed genoeg? Komt dat op als ik me vergelijk, deep down, met anderen? Als ik me met niemand zou vergelijken, als ik op een onbewoond eiland zou zijn, met de bomen, met de bloemen, daar ga ik me niet mee vergelijken met bomen of met bloemen. Wie zou ik dan zijn? Zou ik me dan nog steeds niet goed genoeg voelen bij momenten? Dat is echt iets moois, vind ik, om me af te vragen. Wanneer ik vanuit mijn ervaring als familieopsteller kijk, dan zie ik ook dat iemand zich niet goed genoeg voelt. Vaak omdat hij iets draagt van een ouder of een voorouder die zich minderwaardig heeft gevoeld of die vernederd is geweest. Bijvoorbeeld omdat er slavernij was in de familie van oorsprong. Of omdat er een oorlogssituatie was waarin die persoon zich niet goed voelde en slecht voelde. Of omdat hij een voorouder had die anderen gedood heeft in de oorlog. En of omdat hij een broertje of een zusje had, of iemand uit het familiesysteem van een eerdere generatie die gehandicapt was. En waarvan die de gevoelens van die ander draagt. Van dat er op die persoon werd neergekeken of dat hij niet voor vol werd aangezien. Dus het je niet goed voelen, het je niet goed genoeg voelen, dat kan ook te maken hebben met verstrikkingen binnen het familiesysteem. Ik wil iets delen vanuit de traumaopleiding die ik volg, de traumahelingsopleiding, de Somatic Experiencing opleiding. En dat is iets wat je mogelijk kan helpen bij
die zin die je in je draagt van ik ben niet goed genoeg. Dat is een overtuiging. Dat is met de traumatherapie werken we bijvoorbeeld met SIBAM. SIBAM, dat zijn letters, 5 letters. SIBAM. De S staat voor sensations. Dat zijn lichaamsgewaarwordingen. Een gevoel wat je in je lichaam hebt. Dus een spanning ergens, of een trilling, of een stijfheid, of een hartkloppingen bijvoorbeeld. De I die staat voor image. Dat is een zintuigelijk iets. Dat is vaak de trigger van iets. Dus dat kan zijn iets wat je gehoord hebt, bijvoorbeeld een knal, wat iets getriggerd heeft, of een schokkend beeld, of eens een hele erge kou of hitte. Dat is de I. De B staat voor behavior, dat is gedrag. Dus dat is hoe jij antwoordt met gedrag ergens op. Dat is iets wat je kunt waarnemen. Dus bijvoorbeeld iemand die gaat helemaal in elkaar gedoken zitten. En dan heb je de A, dat staat voor effect, dat is de emotie. En de M, die staat voor meaning, dus betekenis. Dus dat zijn 5 elementen. Dus bij alles wat wij ervaren, zijn die 5 elementen aanwezig. En dan kan er een verandering ontstaan als je beweging gaat brengen in een van die elementen. Dus nu hebben we de vraag van: ben ik wel goed? Ik ben niet goed genoeg. He, bijvoorbeeld iemand denkt: ik ben niet goed genoeg. Dat is een overtuiging die heel diep kan zitten. En dan ga je waarnemen: als je deze overtuiging hebt, ik ben niet goed genoeg. Wat gebeurt er dan in je lichaam? Dat zijn de sensations. Dus dan ga je voelen van: oh, ik hou mijn adem in. Merk ik nou als ik die zin denk, ik hou mijn adem in. Ik heb nu al mijn handen zo voor mijn lichaam. Dat is in feite de B, het gedrag. Dus de sensation, de lichaamssensaties. Ik hou mijn adem in. Ik verstok. Ik verstijf ook met mijn spieren. Het gedrag is dat ik mijn handen zo doe. Ik voel dat die mij willen beschermen. Dat is op zich ook een goed gevoel dat ik dat doe. En mijn gedrag is ook dat ik mijn bewegingen stop. En de image, het beeld wat ik heb, dat is van: ik zie eigenlijk een beetje een verschrompeld iemand als beeld van mezelf voor me. En ik zie ook dat alles wazig wordt. En het affect, de emotie die ik heb, is schrik, ik voel schrik, ook een soort lichte angst. En op de achtergrond voel ik ook verdriet. Verdriet over: ik ben niet goed genoeg. En dan de M, dat is de meaning, de betekenis. Wat voor betekenis hecht ik daaraan? De betekenis van: ik ben niet goed genoeg. Is van: ik had harder mijn best moeten doen. Ik had harder mijn best moeten doen. Dus de betekenis, nou zijn er al 2 betekenissen. Ik ben niet goed genoeg is een betekenis. En daaraan gekoppeld heb ik de betekenis gekoppeld: ik had harder mijn best moeten doen. En als ik dat merk, gebeurt er weer iets in mijn lichaamssensaties. Dan gaat mijn buik trekt nog harder in. Ik ga wat meer zo zitten. Dus al die dingen hebben invloed op elkaar. En nou kan ik kiezen in welk van die dingen wil ik een beweging brengen. En ik merk dat ik nu een beweging wil brengen in het gedrag.
Het gedrag was, het deed mezelf afschermen en bewegingsloos worden. En nu ga ik waarnemen, wat heb ik eigenlijk nodig? Wat heb ik nodig in deze situatie? En ik merk al meteen dat mijn lichaam een soort antwoord geeft wat ik nodig heb. En dat is dat ik dit aan het doen ben. Dat ontstaat spontaan uit mezelf, dat ik mijn schouders zo doe en dat ik iets naar achteren gooi en dat ik ruimer word. En met dat ik ruimer word, dus ik heb alleen maar in die in die beweging iets gedaan. Ik word nu ruimer en daarbij hoort, komt een, verandert mijn emotie. Dat was verdriet en angst en schrik en dat wordt blij. Ik voel me een soort kind wat echt in actie komt. Een soort, denk ik, ik neem ruimte en ik word blij en ik voel ook mijn lichaamssensaties veranderen. In mijn bekken voel ik een soort energie ontstaan en ik voel dat mijn rug en mijn billen ook mee gaan bewegen. En daarbij komt nu een zin op van so what? Van wie vertelt mij wat? Ik beslis zelf, ik ben mezelf. Dus nu verandert die betekenis ook, of dat oordeel wat ik had. Eerst was mijn betekenis, ik ben niet goed genoeg. En nu verandert het in van wie vertelt mij wat? Van so what als ik bij een ander niet beval? Dus dat is het mooie, dat als je in één van die elementen, ik had ook natuurlijk met de emotie kunnen werken, ik had kunnen denken van, oh, ik voel het verdriet, en wat heb ik daarin nodig, wat heeft het verdriet nodig, dan was er misschien iets heel anders gekomen. Dan was ik misschien gaan huilen en was ik door het huilen dichter bij mezelf gekomen en was mijn lichaam verzacht door het huilen. En vanuit die verzachting had ik waarschijnlijk dan compassie voor mezelf gevoeld. En vanuit die compassie was ik ook anders gaan denken dan de zin, ik ben niet goed genoeg. Dus dat is het mooie van het werken daarin. En dat doe ik dan ook als iemand bij mij komt voor een traumasessie. Dan werken we bijvoorbeeld met deze elementen. Want als je het samen doet, gaat het vaak beter als wanneer je het alleen doet. Voor mij is meditatie heel belangrijk, de actieve Osho-meditaties, omdat die mij de mogelijkheid geven om eerst expressie te geven, dan voel ik al meer van wie ik ben in wezen, of wat mijn zijn wil, of wat bij mij hoort. Dat geeft al een erkenning van binnenuit, van wie ik ben, omdat ik volg wat er ontstaat. En dan in de stille fases, dan kom ik echt bij de rust, bij het anker in mezelf en bij, ik leer door meditatie om waar te nemen. Ook als er gedachten voorbij trekken van ik ben niet goed genoeg, dan leer ik steeds meer om te zien, oh, dat is alleen maar een wolk die voorbij trekt. Het is alleen maar een gedachte. Ik ben niet die gedachte. Ik ben het bewustzijn dat er naar kijkt. Ik ben ook niet die emotie. Ik ben ook niet die lichaamssensaties. Dat is allemaal, zijn allemaal dingen die ik waarneem. En omdat ik meditatie ook wil delen, geef ik nu eens per maand een meditatiedag, een Osho-meditatiedag in Eindhoven. En dan kun je experimenteren met heel veel verschillende soorten meditaties. Dat kan heel verrijkend zijn, ook bij deze vraag van ben ik wel goed genoeg? Door de meditatie lost die vraag zich als het ware op, is mijn ervaring. Maar het is wel iets waar we steeds weer naar terug moeten gaan naar dat besef van ik ben al die dingen niet. Ik ben die gedachten niet. Ik ben die lichaamssensaties niet. Ik ben die emoties niet. Ik ben mijn gedrag niet. Ja, maar hoe meer ik voor mezelf daarin oefen, hoe gemakkelijker het is om daarnaar
terug te komen. Of hoe gemakkelijker het is om te zien waar ik weer in zit. Ik hoop dat dit filmpje iets heeft bijgedragen voor jouw leven. En het is een boot waar we allemaal in zitten en waar we allemaal in varen en waar we allemaal onze ervaringen in opdoen en waarin we allemaal mogen groeien. Dank aan degene die de vraag heeft gesteld, een vraag die zoveel mensen aangaat. En mocht je zelf iets in willen brengen wat je een belangrijk onderwerp vindt, dan ben je van harte welkom. Je vindt de gegevens van mij in de beschrijving onder dit filmpje.